Breda Nu. Je weet het meteen. De waardering waar we vandaag hier bij elkaar staan voor het werk wat jullie gezamenlijk hebben gedaan. Burgemeester De Pla mocht uit naam van de koning drie Bredanaars een koninklijke onderscheiding overhandigen. Ontzettend gefeliciteerd, mevrouw Mikkels. Heel erg bedankt. Uniek is dat het echtpaar Tine en Theo van Gils beide een lintje kregen voor het vele vrijwilligerswerk dat ze hebben gedaan voor mensen met een beperking. Onder andere voor het rolstoelcarnaval en de zonnebloem. Dan feliciteer ik u ook van harte met deze geweldige onderscheiding. We geven nu een zonnebloem. Ze zijn voor u alle twee, want die hebben alle twee zeg maar, ervoor gezorgd dat beide het werk mogelijk is gemaakt. En daarmee deze prachtige bosbloem voor u beiden. Ja? Heel erg gefeliciteerd. Heel erg bedankt. Burgemeester, wat een bijzondere taak lijkt me dat, om lintjes te mogen uitreiken aan de burgers. Dat is een hele bijzondere taak, want het zijn mensen die echt de stad extra kleur geven. Die zich heel erg sterk inzetten voor de medemens en dat al heel erg lang doen. Nou, dat zijn dus echt altijd wel bijzondere mensen, ja, waar we als gemeentebestuur apen trots op zijn. Maar we ook heel erg blij zijn om via een lintje een blijk van waardering te geven, want die waardering hebben ze zeker verdiend. Ja, dank u wel. En het is nu heel bijzonder, want het was ook een echtpaar. Dat komt denk ik niet zo vaak voor. Ik heb in al die jaren dat ik lintje mag uitreiken, heb ik dat nog nooit meegemaakt. En dat is gewoon heel erg mooi en bijzonder. Want ze stralen ook uit, de familie van Gils, dat ze het echt altijd met z'n tweeën hebben gedaan. En dat betekent ook dat ze met z'n tweeën echt hebben gestaan voor hun wijk in Zandberg, voor de zonnebloem, voor de kerk, voor het carnaval. Ze hebben het echt met z'n tweeën gedaan en daarmee is het ook heel mooi dat ze vandaag met de tweede de waardering krijgen. Die ik namens de koning heb mogen overhandigen in de vorm van een lintje. Ja, wij werden voortijdig geïnformeerd. Want eigenlijk hoort dit een verrassing te zijn. Maar gezien de situatie van Tine werden wij voortijdig geïnformeerd. Maar toen het ons verteld werd, toen kwamen bij beide de tranen in de ogen. Want het is natuurlijk wel een waardering voor het werk wat we doen. En het is niet zozeer het lintje, maar als wel de dank en de waardering voor wat wij gedaan hebben. En we hebben het graag gedaan. Het gaat niet om die waardering te krijgen, maar we stellen het toch zeer op prijs. En jullie allemaal bedankt voor de inzet die jullie eraan gedaan hebben. En u nogmaals hartelijk dank. Graag gedaan. De derde Bredanaar die in het zonnetje werd gezet is Frans Jacobs. Hij werd door de burgemeester verrast tijdens de jubileumviering van Stichting Singeloop Breda met een koninklijke onderscheiding. Hij ontving deze onder andere voor zijn bijzondere inzet voor de Bredase singeloop. Ik sta niet lang met mijn mond vol tanden, maar dit was toch een volledige verrassing. Ik ben daar heel erg blij mee. Al die dingen die ik doe voor Breda, carnaval, talen van de boot, zeker ook de singeloop. Ik doe het omdat ik er heel veel plezier aan beleef, want anders doe je dat niet zoveel jaren. Je doet dat omdat je gewoon daarvan bezeten bent. Dat het gewoon een deel is van je leven geworden, dat je gewoon denkt in de singeloop en daarnaast natuurlijk doe ik niet alleen de singeloop, maar een aantal andere wedstrijden verslaan. Daar heb ik allemaal heel veel plezier in. En ieder jaar zeg ik van god, ik kom op een bepaalde leeftijd, ik moet dus wat gaan afbouwen. Maar het lukt gewoon niet.